Welkom bij de uitlegvideo over tijdvak 6. Regenten en vorsten speelden zich af tussen 1600 en 1700 en wordt ook wel de Gouden Eeuw genoemd. Regenten en vorsten en de VOC waren daarin heel belangrijk. En we beginnen met de regenten en vorsten, want wie was nou eigenlijk de baas in die periode? Nou, het zat zo. We hadden op dat moment de 80-jarige oorlog met Spanje en een aantal noordelijke provincies hadden de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uitgeroepen. Met aan het hoofd stadhouder Maurits van Oranje en de raadspensionaris Johan van Oldenbarneveld. Dit is het Spaanse Rijk van die tijd en je ziet dat ook een stuk van Noord- en Zuid-Amerika in Spaanse handen was. Dat kwam door de ontdekkingsreizen. Dit is Spanje en in 1609 zei Spanje, we zijn blut, we willen even vrede, we willen even chillen, we zijn moe en de manschappen zijn moe en het geld is op. Dus werd er een 12-jarig bestand afgesproken. In die tijd was er vrede, zou er niet gevochten worden. Maar onze stadhouder en onze raadspensionaris verschilden nogal van mening, zoals je ziet. En de stadhouder liet de raadspensionaris onthoofden op het binnenhof van Den Haag. Kijk maar eens naar dit detail van het binnenhof. Dat zie je ook terug op de tekening hier. En in 1619 werd op deze plaats dus echt Johan van Oldenbarneveld onthoofd. Nou, de ruzie was in ieder geval voorbij. En in 1648 werd er gelukkig vrede getekend. Einde van de oorlog. De Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden werd de Republiek van de Verenigde Nederlanden. Nederland, België, Luxemburg bestonden destijds nog niet, dus dit hele gedeelte hoorde eigenlijk bij de Verenigde Nederlanden. Maar alleen het noorden was onafhankelijk en het zuiden bleef onder Spaans toezicht. Dan gaan we kijken naar de VOC, een spannend hoofdstuk. In 1595 ontdekte Cornelis Houtman als eerste Nederlander, de Spanjaarden en de Portugezen waren er al voor gegaan, de route naar Indië en kon daar heel veel spulletjes kopen om weer terug in Europa te verkopen met veel winst. En dat gingen meer mensjes doen. Dus er kwamen meer boten en er werd zoveel gehandeld dat ze onderling hebben afgesproken, joh, laten we samenwerken. En in 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht. Niet alleen in het oosten was veel te halen, ook hier in het westen was veel te halen. En ook daar gingen we naartoe met onze boten. En werd in 1621 de West-Indische Compagnie opgericht. Nou, wat deden we daar? We deden daar aan driehoekshandel. Hoe zit dat? Nou, vanuit Nederland gingen we naar Afrika met goederen uit Europa. Die goederen ruilden we daar voor slaven en die slaven brachten we naar Zuid-Amerika voor geld of voor op de plantages te werken. Suiker, cacao en katoen halen we uit Zuid-Amerika en brachten we weer naar Europa en Nederland om daar weer voor veel geld te kunnen verkopen. En dit noemen ze dus de driehoekshandel, je ziet nu ook waarom. In 1670 was en 1679 was er oorlog met Engeland, Frankrijk en een aantal Duitse bisdommen. Ze waren boos op ons, want wij verdienden zoveel geld met de handel. Maar ja, wij hadden Michiel de Ruyter, een hele beroemde admiraal. En die ging met zijn schepen het kanaal op en versloeg de Engelse zeemacht. En onze stadhouder op dat moment, Willem III, vocht de oorlog op het land uit. Toen de oorlog was afgelopen, was Nederland machtig en rijk. Nou, die rijkdom, die zie je nog steeds terug in de grachtenpanden. Bijvoorbeeld in Amsterdam zie je die nog veel. En in de buitenhuizen, bijvoorbeeld aan de Vecht. Dit is een plaatje van de Beemster. Prachtig polderlandschap, maar we hadden er eigenlijk niks aan. We hadden behoefte aan dit landbouwgrond. Nou, Leegwater was een ingenieur die zei, als ik nou een aantal molens langs de polder bouw, dan pomp ik ze leeg en dan krijgen we landbouwgrond. Nou, dit was zo'n mooi systeem dat inmiddels tot werelderfgoed is verklaard. Er werden ook uitvindingen gedaan. Christiaan Huygens tuurde met zijn telescoop de hemel in en zag iets in 1655. Hij ontdekte een maan
en ringen om Saturnus. Antonie van Leeuwenhoek keek niet in de verte, maar keek juist heel dichtbij met zijn microscoop en ontdekte dat er bacteriën bestonden. Alles even op een rijtje. Ik ga ze niet allemaal voorlezen, want het is duidelijk. We hebben in principe alles besproken. Maar hier zie je wel alles in volgorde gebeuren. Het laatste is dat we oorlog hebben gehad met Engeland, Frankrijk en de bisdommen. Het volgende tijdvak is tijdvak 7, pruiken en revoluties. Bedankt voor het kijken. Groetjes.